Hoi allemaal, ik heb even snel wat anders aangedaan, alleen mijn haar is nog steeds hetzelfde, dus neem me niet kwalijk. Ik zal even... Oh, sorry. Zo. Oh. Ik hoop dat jullie me beter kunnen zien, een beetje draaien, zo. Zoals jullie weten zijn ik en mijn mannetje weg geweest. En ja, het is een heel leuke week geweest, moet ik zeggen. We zijn met de caravan weg geweest naar een ACR camping, een boerderijcamping. En lekker rustig daar, een ruim plekje, heel gezellig. En het was ook voor de 3 dagen voor de El Fantasy Fair. Dus ja, ik ben natuurlijk ook een beetje gaan shoppen, want ik wilde heel graag een paletje hebben waar de meeste blogger al over geschreven heb en laten zien heb dat het de knock-off is van Naked 2. En dan zag ik natuurlijk ook een paar andere paletjes, maar ik heb ze gekregen en... ja, dat is deze. Dus, ik vind hem super gaaf en ik wilde hem al heel lang hebben. Ja, overigens was hij meestal uitverkocht. En even kijken of dat lukt. Hoppa. Zonder jullie te verblinden. Zijn dit de kleuren? Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dus ja, daar ben ik heel erg tevreden mee. En dit kastje en dit dingetje zat erbij. Er zit ook nog een beschermhoesje bij. Dus ja, hier ben ik echt tevreden over. Ik ga het niet swatchen. En ook niet deze review, want heel veel hebben al een review erover geschreven. Dus... sorry daarvoor. En die andere twee zijn van W7 10 out of 10. Dat is deze. En die kan ik wel laten zien. Die is, ja. Deze zijn alleen bij de Op is Op winkel deze merk te krijgen. Dus zodoende. Dit... zijn de kleuren. Ik vind ze heel mooi. Er zitten bruin tinten, er zitten grijs tinten, wit tinten. Dit is alleen shimmer, dus echt metallic kleuren. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ik vind ze heel erg mooi, maar er zitten altijd van die sponsorplicaatjes bij. Ik doe ze nooit weg, want ik vind ze soms best wel handig. En na het trucje van, hoe heet ze? Marsha met die translucent powder werkt dat perfect, moet ik zeggen. Dus sindsdien gooi ik ze helemaal niet meer weg. Ik heb ze ook nooit weggegooid ook. Dus ik had ze allemaal in de mappie zitten. Dus ik heb er nog heel veel. En dan heb ik ook nog een ander kleurtje. Ik moet hem even openmaken hoor. En even het velletje eraf halen. En de sponsapplicatetjes weggaan. Gaat wat beter. Deze. Vind ik. Er zitten. Even kijken hoor. 1, 2, 3 matkleuren. Dat zijn zeg maar. Deze, deze. En deze achterste. Hier zo. Zijn matte kleuren. Ik vind dit hele mooie kleuren. Het zijn warme kleuren. Dus ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Als jullie daar een review over willen zien. Hoor ik dat graag. Ik ga het nu niet swatchen, want ik wil er foto's van maken. Dus zodoende. En tijdens de El Fantasy Fair werk ik ook nog. Was het de 2e dag, geloof ik. De eerste of de 2e dag. Zondag. Ja, zondag. Werk verwend door een vriendin van me. Die woont in Engeland, zeg maar.
En die is voor mij gegaan. Ik heb een cadeautje gekocht voor me. Kijk, dit tasje. Er zit echt heel veel in. Dus ik ga het even laten zien wat ik heb gekregen. Dit is een eyeliner. Dat is een 07 eyeliner. Pen, niet W7, maar 07. En een mascara. Die heb ik gekregen. En ik laat ze nog even zitten, want ik wil er foto's van maken. En daar heb ik ook, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, is deze. Barry M. Een beetje hologramachtig. Ik vind hem heel erg gaaf, want in het licht, ik weet niet of je het kan zien. Ja. Dan geeft het hele andere kleuren. Dus die ga ik ook op de foto zetten. Dan heb ik er één. Twee van MUA. MUA. Deze twee. Een donkergroen. Metallic-achtig. Dat kan je zien, hoop ik. En een paarse. Die even neerzetten. Hele mooie paarse. Dus ja, daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Beetje plumachtig. En heb ik ook een lippencil gekregen van haar. Een eyeliner, sorry. In malt chocolate. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Er zit een puntenslijper aan. Dus daar ga ik ook foto's van maken. En een eyeliner. Nog een eyeliner. Deze. En dan heb ik ook nog Nail Art Pen Black van Barry M gekregen. Vind ik wel heel gaaf. En van MUA heb ik deze Velvet Deluxe gekregen. Ik ben hier heel nieuwsgierig naar. Ze had hem op en die was echt heel erg gematteerd. Nou weet ik niet of het glas is of kunststof. Maar als het wat is, dan wil ik zeker de andere kleuren ook hebben. Dus dan ga ik er heel lief aan kijken. En dan heb ik nog een aantal paletjes gekregen. Zoals deze van MUA. MUA. Makeup Academy Professionals. Deze kleurtjes. Dat vind ik wel heel erg gaaf. Ik zal hem even openmaken. Ik ga niet zwartje. Want ik wil er foto's van maken. En oh, dit is vreselijk. Ah ja, heb eens. Goede nagel hebben. Dit zijn de kleuren. Ik hoop dat je het een beetje kan zien, want zo ja. Het is echt heel erg mooi. Daar ben ik heel erg blij mee. Sorry van mijn stem, jongens. Ik ben verkouden en ik had er net een hele hoestbui naar de eerste filmpje. Dus vandaar. En dan heb ik ook mooie slikblusjes gekregen. Een spletje van 3. Hier ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Ik heb niet zoveel van sleek. En ja, ik ben daar heel, heel erg benieuwd naar. Hoop ik niet dat jullie verblind. Dit zijn de kleuren. Het is zeg maar Eye Sugar, Macaron en Pink Mint. Deze is Pink Mint. Ik vind ze heel erg mooi en ik ben heel erg benieuwd. Dit is zeg maar een cream blush en daar heb ik nooit mee gewerkt. Dus ik vind het heel erg super. En dit is haar favoriete merk. Dus sorry jongens. En ja, ik ben er heel nieuwsgierig naar. Ik ga er zeker foto's van maken. En daar heb ik ook deze gekregen van haar. Dat vind ik heel erg super. Ik ben daar heel erg blij mee. En dat is ja, haar favoriete merk. Ja, hier niet te krijgen. En
online wel. Dus ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar. Zo hoop ik het ook het goed kan laten zien met de namen erbij. Want het is niet altijd makkelijk, wordt er gezegd. Of is jullie alf te verblinden? Zie je? Zie je? Dat kan ik er even afhalen. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig, maar ik ga daar straks ook foto's van maken, dus het is mooi weer. Dus kijk, het mooi laten zien. Ja, dat is dus wat ik allemaal gekregen heb. Ik heb ook nog een hoed gekregen, maar ik weet niet of jullie die op mijn Facebook hebben gezien. Sorry dat ik naar beneden keek, maar anders kon ik niet zien wat ik deed. En die had ik ook gekregen, die heb ik gekregen van mijn mannetje. Dus ik heb me beloofd om volgend jaar wat uitbundiger daar naartoe te gaan. En als jullie hier reviews over willen zien, hoor ik dat graag in de comments. Zo niet, zo niet. Dan komen ze toch wel. Ik ga het in ieder geval mijn best doen. Daarvoor. En ja, op dit moment zou ik het leuk vinden als jullie heel graag abonneren op mijn kanaal. Dan zijn jullie altijd als eerste de, als, zeg maar als keeper erbij voor filmpjes. En ja, op dit moment heb ik nog een paar dagen vrij en dan ga ik lekker leuke dingetjes doen. Ik heb nu een beetje opgeruimd. Ik moet vanavond nog een paar dingen doen en dan ben ik bijna zo goed als klaar. Maar qua spullen opruimen zijn we nog lang niet zo ver, dus dat schiet ook nog wel aardig op. En ja, verder is niks meer te melden. En ik ga nog zeker nog een artikel schrijven over de Elf Fantasy Fair. En fotootjes van mijn mannetje plaatsen. Want die heeft de foto's gemaakt. Ik had het volgens mij veel te druk van. Oh, gaaf. Het was gewoon te veel om op te noemen. En niet bij nagedacht om foto's te maken. Dus, maar ja, zo te zien moet je ook de mazzel hebben dat je een fotograaf in huis hebt. Dus ja. Duimpjes omhoog en ik vind het allemaal prima. En voor nu af aan zou ik leuk vinden met duimpje omhoog. Hier beneden lekker abonneren op mijn kanaal. Het kost echt helemaal niets. En ik zie jullie gauw weer. Doei!